passend onderwijs spreken we over één kind, één plan. En dat betekent dat we kijken naar de ontwikkelingsbehoeften van het kind. Dat is leidend voor de ontwikkeling. En daarmee gaan we kijken in hoeverre kunnen scholen daarin samenwerken met andere partners. Dus de school werkt samen met de PUT Speelzaal. Werkt ook samen met kinderopvang, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang. En we proberen dan ook binnen die campus één pedagogische lijn te krijgen. Zodat alle partners weten wat het kind nodig heeft, ongeacht in welke situatie het kind zich ontwikkelt. Dat betekent inderdaad dat je een passend arrangement voor ieder kind maakt. En dat wordt ook gezamenlijk geëvalueerd. Er wordt ook gezamenlijk gekeken wat is dan de volgende stap. En dan maakt het niet uit of het kind 2 jaar is, of 6 jaar, of 10 jaar is. Dus elke keer wordt gekeken wat heeft dit kind nodig en wat kunnen we als gezamenlijke partners. En dan denk ik inderdaad aan PUT Speelzaal, aan de opvang en ook aan de SBO, SO en de basisschool. Van wat kunnen wij als gezamenlijke partners betekenen voor de ontwikkeling van dit kind.